Het belangrijkste eigenlijk is voor mij als persoon, als ik naar een klus toe ga, het onderhoud en de storingen. Maar natuurlijk ook om de tevredenheid van de klant te hebben. Dus als wij de deur dicht trekken, dat alles weer loopt zoals het moet lopen. De werkzaamheden die ik verricht zijn vooral elektrische en mechanische werkzaamheden. We werken vooral bij bedrijven in de verspaningsindustrie. Zoals voor bedrijven die veel werken voor de aerospace en de automotive. Een van mijn grootste opdrachtgevers is Fastems. Die maken vooral automatiseringen voor de verspanende industrie. We zijn in Nederland begonnen met een local service team. Daardoor zijn we met een aantal ZZP'ers in aanraking gekomen. Waardoor we een team gevormd hebben als ons onderhoudsteam. En Cas is een van de vaste mensen die bijna alle maintenance en veel van de storingen op zijn rekening neemt. Producten voor de klanten die zijn belangrijk, die zijn gekoppeld aan kortlopende producties en we sturen meerdere machines aan. Daardoor hebben we een flexibel team van jonge mensen die klantgericht werken en die echt voor de klant staan en de deur dichttrekken met een glimlach van de klant, anders gaan ze niet naar huis. We zijn hier zowel mechanische als elektrische storingen tegengekomen. Met betrekking op de pielsrelais, de remrelais. Hoe wij het onderhoud hier aanvliegen is eigenlijk door middel van een checklist. Die wij door stapgewijs op hebben gesteld. Om zoveel mogelijk storingen in de toekomst buiten kijk te laten. Met betrekking van slijtdelen die veelal voorkomen. Maar ook componenten waar wij van verwachten dat de levensduur kort is. Die wij dan ook vervangen. Maar verder ook laten we de klant zien wat de slijtdelen zijn, wat verstandig is om te vervangen. Voor in de toekomst is het vooral een doel om het onderhoud en de service nog beter te maken. Dus onze groep iets groter te maken. Misschien nog uit te breiden naar België. Maar verder, voor hetgeen wat we nu doen, proberen we zo professioneel mogelijk voor de dag te komen. Door middel van zoveel mogelijk storingen op te lossen en zo goed mogelijk onderhoud te voeren.